hier altijd blijven komen. Hier ligt mijn hart en heel mijn ziel. In de hemel. Nou, goedenavond mensen. Als eerste, wat ik wel wil zeggen hier, het schiet hier wel aan. We gaan deur in Dommelbazendeur. Welkom bij de klets. Nou, de naam is Pier Luitjes. En ik ben 55 jaar. En een jaar geleden zat ik op mijn werk. En dan komt je chef van mij naar mij toe. En die zei van, Pier, er is een wonder gebeurd. Een mirakel. Ik zeg, oh. Ja, zit die vorige week uw schoonmoeder begraven. En gisteren stond ze bij mij op kantoor en vroeg ze naar jou. En sindsdien zit ik in de WW en kom ik regelmatig bij die gapers van het UWV. En daar zijn een steltje gapers daar, jongen, bij het UWV. Een paar weken terug gaan ze een gesprek voor me geregeld met een stel ambtenaren. Zegt dan aan het eind van dat gesprek die ene ambtenaar tegen die andere. Goh, gisteren met die stroomstoringen, ik heb toch 2 uur in de lift vast gezeten. Zegt die andere, dat is nog niks. Ik heb 6 uur op een roltrap gestaan. Ik denk, nou, dat gaat hem niet worden. Die mensen die zijn nog luier als ik. Ja, toen zijn ze bij het UWV, dan gaan we maar eens solliciteren hier als ober bij de tennisclub. Waar ook niks. Daar serveren ze zelf. Ja, en zie tegenwoordig maar eens op mijn leeftijd een beetje dan fatsoenlijk werk te komen. Ja, en het liefst wil ik zo vlug mogelijk aan de gang, hè. Want dan loopt bij men voor een cent of 5 rond, jongen. Want weet je waar ik een gruwelijke hekel aan heb? Maar van die trouwvisjes. En vooral toen ik nog zo'n jonge vent was. Want als wij dan in de familie zo'n trouwfeestje hadden, dan kwamen elke keer die ooms en tantes naar me toe en die porden me zo in mijn zij. Jij bent de volgende, jij bent de volgende. Ik was het op een gegeven moment zo spuugzat, hè, dat ik datzelfde geintje ook bij hun ben gaan doen. Maar dan bij begrafenissen. Het was zo afgelopen. Maar inmiddels zijn Bea en ik alweer meer dan 22 jaar gelukkig getrouwd. En gelukkig is eigenlijk een groot woord, want geluk is eigenlijk niks anders dan gelul met een K. Pas zie die broer van mij nog tegen mij van, jongen, jij bent nou al meer dan 22 jaar getrouwd, maar wat zullen jij nou doen? Jij komt thuis en je vindt jouw vrouw in bed met een andere vent. Ik zeg heel handig, slaapkamerraam open, die vent vatten, naar buiten donderen en die witte stok erachteraan. Huh? Zit die witte stok? Ik zeg ja. Ik zeg, een vent die met mijn vrouw naar bed wil, die is gewoon hartstikke blind. Het enigste waar mijn vrouw veel geld aan uitgeeft, hè, dat is van die dure lingerie. Hè. Ja, lingerie. En vooral van die BH's. En weet je wat het is met ons BH? Je moet het echt met een vergrootglas gewoon zoeken. Dus ik zeg tegen haar van de week, ik snap niet dat jij elke keer van die dure BH's koopt. Want jij hebt helemaal niks om erin te doen. Ja, ze is maar jij draagt toch ook een onderbox? Maar ja, we hebben het s'avonds wel in bed wel weer goed gemaakt, hè. Ja, ja. En weet jij, we hebben ons vrouw dan gerne wil. Altijd een goeie veurspel. En als ik iets een goede idiote bezigheid vind. Ja, jij gaat toch ook niet 20 minuten in de auto zitten tuteren voordat je op de garage binnenrijdt? Dus wij liggen zo in bed een beetje na te hijgen. Ik zeg, schat, wat denk je aan? Ach, zussen, die ken ik toch niet. Kom de thuis, zei Bea tegen mij van, luister eens jongen, ik heb het ook allemaal een beetje gehad. Wat denkt ervan als wij samen 14 dagen met een tent gaan kamperen? Ik zeg, kamperen met een tent? Ik zeg, dat is geen kamperen, dat is creperen. Als ik wil gaan kamperen, dan koop ik wel een caravan. Sisse, wat wilde je daarvan doen? Jij hebt in uw leven al 5, 6 caravans verzopen.
Ik zeg, ben jij, dan moet je eens goed luisteren. Jij hebt in uw leven nog nooit gezopen. Waar zijn jouw caravans? Maar ik denk dat ik dat toch maar doe, een keer met, of ben je mee op vakantie. Want dat werken, nee. Ik ben het UWV, gaan ze me toch niet helpen. Dus ik denk dat ik vanavond hier maar eens een beetje ga gaan netwerken. En eens kijken of ze een bandje voor me hebben. Mensen, houdoe en bedankt. Wanneer is mijn schoen? Peter! En over het weekend wordt nog gepraat. Krijgt de chef weer op zijn ballen van de directeur. Loopt daar rond te commanderen en zijn zoeteneur. Ja, ja, dan wordt er weer flink in de handen gespouwd. En mede de ellebogen opzij gedouwd. Ja, ja, dan wordt er weer flink in de handen gespouwd.